Ze zeggen wel dat je eerste video is als je eerste pannenkoek. Ja, niet je beste, maar daarna wordt het zeker beter. In deze video kijken we voorbij die pannenkoek. Want als je video wilt laten werken voor meer klanten en meer omzet, dan is zo'n platte pannenkoek dus niet genoeg. Het werkt met lagen. Ik leg het je uit. Ik ben de videovakvrouw en ik help ondernemers om hun plek te veroveren in een toch al drukke markt. Ik help ze om de video's te maken die met plezier en tot het eind bekeken worden door hun doelgroep. Heb je al video's en ben je nog niet tevreden of wil je iets met video doen? Abonneer je dan op dit kanaal en druk ook even op het belletje, dan krijg je steeds een berichtje als er weer een nieuwe video klaar staat. Appeltaart leent zich dus prima voor een verhaal over marketing en vooral over videomarketing. Want je kunt filmpjes maken tot je een ons weegt en daar heel veel tijd en moeite in steken. Maar als je altijd werkt op de verkeerde laag, dan zul je er dus nooit iets aan hebben. Als ondernemer los je natuurlijk een probleem op. Dat is hartstikke fijn voor je doelgroep. De vraag is alleen, zijn ze zich ervan bewust dat ze een probleem hebben? En dat is het stuk, die onderste laag, waar jij aan werkt met videomarketing. Als je alleen maar video's maakt waarin je praat over jouw product en jouw oplossing en dat mensen het nodig hebben, dan zullen er veel minder mensen zijn die daarop aanhaken. Het grootste deel van je doelgroep is zich niet eens bewust van het feit dat ze een probleem hebben. En het is aan jou de taak om ze te helpen om zich daarvan bewust te worden. Stel, je doelgroep zijn mensen die veel stress hebben, maar zelf hebben ze meer het gevoel van ja, ik heb wel vaak hoofdpijn en ik slaap slecht. Dan maak jij dus de video's waarin je mensen erop wijst dat die hoofdpijn en dat slechte slapen en alle andere verschijnselen mogelijk tekenen zijn van chronische stress. Je kijker denkt dan, dat is interessant, zou dat ook voor mij gelden? Zo maak je mensen bewust van het feit dat ze een probleem hebben. Als ze het van jou horen, begrijpen ze ook wel dat ze voor de oplossing waarschijnlijk bij jou terechtkomen. Maar daar begin je dus niet meteen over. In die fase van bewustwording, wat eigenlijk dus de onderlaag is van de appeltaart van jouw videomarketing, doe je niet zoveel aan verkoop. Je maakt eerst vrienden. Het geheim van effectieve videomarketing is dat je video's hebt die op meerdere lagen werken. Voor nu zijn dat natuurlijk bij mij appels. Maar als je het over video hebt en over marketing, dan is de volgende laag interesse. En dan komt er nog een laag bovenop, verkopen in je video's. Op al die lagen van het proces heb je video's nodig. Doe je dat? Gebruik jij alle lagen die er zijn in videomarketing? Of maak je nu alleen nog maar verkoopvideo's en vraag je af waarom dat niet werkt? Nou, dan begrijp je dat nu. Of ben je al heel bewust bezig met het bewust maken van mensen dat ze een probleem hebben? Kijk naar de volgende video, want daarin leg ik je uit hoe vaak je dan wel iets kunt verkopen in je video's. En laat een comment achter onder deze video. Hoe doe jij dat? Laat het me weten. Ik zie je in de volgende video.